Vinden weet je, het boeit mij geen ene flikker. Boeit me niet, dat boeit me niet. Hallo mensen, vet dat jullie allemaal kijken naar een nieuwe video dagelijks uploads. En ik heet Arthur van Leeuwen. We gaan het vandaag hebben over een hatertje. Hij heet Vincent Stapel. Daar worden we echt stapelgek van. Hij komt uit België. Ik vind het leuk als jullie allemaal even Vincent Stapel willen volgen. En even een berichtje sturen van... Ik had een bericht gestuurd. Wil je wat voor mij doen? Naar 20 contacten van je vrienden dit sturen. Ik wist niet dat het zo erg was. Dus ik dacht, weet je, ik doe dat naar iedereen. En Vincent Stapel zat daarbij. Hij zei eerst, zei hij nee. Oké, weet je. Jij gunt gewoon diegene niet zijn hobby. Tuurlijk, weet je. Mag je vinden, weet je. Boeit mij geen ene flikker. Boeit me niet. Dat boeit me niet. En toen zei hij zo van, Prithvi is... KKG, laten we het zomaar even zeggen. En toen zei ik, oké, Joai is goed. En zei hij, wat is er? En ik zei, niks, want er was ook niks. En toen zei hij opeens, wil je klappen? What the fuck? Waarom vraag je aan iemand die YouTube heeft of je diegene wil klappen? Serieus, denk je dat ik er zit op te wachten dat iemand mij gaat aanvallen en klappen? Daar heb ik helemaal geen zin in. Ik hoef dat maar niet, maar ik zei natuurlijk, want ik ben niet bang voor mensen trouwens. Hij zei, zwijg. Ik dacht, what the fuck? Ga je mij vragen of ik moet zwijgen? TGL jongens, voor de duidelijkheid. Dat betekent zwijg. Dus dan moet je eigenlijk een soort van zwijgen. Dus. Hallo Koen. Hallo. Hoi. Meisjes die... Nee. Stop. Maar we gaan naar het Facebook profiel. Gaan we even kijken mensen. Ik doe gewoon een paar fotootjes laten langs vliegen, zeg maar. Om het zomaar even te zeggen. Vincent Stapel. Als ik zo kijk naar zijn foto, dan voelt hij zichzelf heel sexy, denk ik. Dat zie je ook wel aan zijn blik, zeg maar. Zo'n sexy blik, weet je wel. Je kent toch internetgekkies? Die man, die vrouw, zeg maar, die zei van de shows met de lekkere mannen. Nou, dat is bijna dezelfde type, zeg maar. Het zijn tweelingen. Ik zou zeggen, neem met elkaar contact en ga daten of zo. Dat is nou de echte hater, weet je. Ik maak deze video ook omdat ik wil laten zien hoe zielig mensen zijn. En even typen naar iemand die dus een YouTube kanaal heeft van... Hey, moet je klappen hebben. Je woont in België, kom op. Echt. Oh, daar kan ik zo boos om worden. Je mag het wel doen, weet je. Alles wat mensen op social media tegen mij zegt, boeit geen ene fuck, jongens. Echt niet, dat boeit me echt niet. Boeit me niet, dat boeit me niet. Heel veel mensen hebben me al een doodbedreiging gegeven. Dat ze me willen klappen. Dat ze andere dingen willen doen. Ik maak mijn video's en ik blijf lekker doorgaan met wat ik doe. Ik vind het hartstikke leuk om video's te maken. Maar deze mensen, jongen. Serieus, een kakkie. Een kakkie onder de brug. Weet je, deze mensen kan je echt wel een stukje stront noemen, weet je wel. Je zit achter je computer. Je denkt... Oh ja, ik ga heel even Prithvi even uitschelden. Hoe zwak ben je dan? Hoe fucking zwak ben je dan? Echt waar, ik begrijp het niet. Ik begrijp echt niet waarom mensen dat doen. Leuk dat jullie hebben gekeken naar deze video. Doe een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En dan gaan we afsluiten. Hoe ga ik afsluiten? Ik ga gewoon lekker straks gelijk een sigaretje doen mensen. Zo ga ik het afsluiten. Like. Oké, ik stop en ik zie jullie weer later. Ik wist niet dat het zo erg was.